Goedemorgen! Het is vandaag woensdag en vandaag komt Esther bij mij logeren. Yeah! Ik heb er echt zoveel zin in. Ik kan echt niet wachten gewoon. Maar goed, eerst duty calls. Want ik moet even naar buiten, waar ik echt helemaal geen zin in heb. Want ik ben echt letterlijk net 10 minuten wakker. Maar ik moet naar buiten, want ik moet mijn auto eventjes van de handrem afhalen. Zodat ik zo min mogelijk kans heb dat hij zo meteen vastgevroren is. Want mijn vriend zei dat het niet gisteravond al hoefde. Hij zei, doe maar gewoon vanochtend. Dus, nou, dat ga ik maar doen dan zo. En dan hoop ik dat mijn auto start. Dat ga ik ook meteen checken. Want als dat niet zo is, dan moet ik natuurlijk andere maatregelen gaan nemen. En dan moet ik mijn moeder uit haar bed gaan bellen. Of in ieder geval gaan kijken of haar vriend er is. Want dan ga ik zijn auto gewoon lenen. Maar als hij gewoon start, dan hoop ik dat hij zo meteen over een uur of twee ook nog steeds start. En dat ik gewoon weg kan. En dan ga ik Esther ophalen. En dan gaan we nog even de stad in. Want ik ga even kijken of ik dus mijn telefoon kan laten fixen. En we gaan eventjes naar mijn tafel. Dat is niet mijn tafel, maar mijn tafel. De winkel. Eventjes koekeloeren wat ze daar hebben. En Esther natuurlijk een rondleiding geven door het centrum. En, ja, ik heb er echt vet veel zin in. Maar nu eerst eventjes kijken of ik vet stress ga hebben vandaag. Wat betreft mijn auto. Je kan wel merken dat het best wel koud is geweest de afgelopen tijd. Er zit gewoon ijs in mijn waterflesjes. Oh my god. Ik krijg deze er niet eens uit, die is gewoon vervormd. En ik moet echt mijn auto stofzuigen. Want iedereen stapt in met vieze voeten of zo. Alright, hij doet het trouwens. Dus happy. I has the breakfast. Ik heb mijn vitamine C. Ik heb mijn thee. En ik heb een bagel met kiprollade met kaas. Zo, ik ben helemaal ready to go. Ik ga nu mijn auto krabben. En dan ga ik richting het station rijden. Dit is de laatste keer denk ik dat ik vlog op mijn telefoon. Hoop ik. Dus ik kan onderweg niet vloggen. En ik weet niet precies wanneer ik dan weer in de mogelijkheid ben. Dus ik ga nu mijn telefoon leeghalen. En dan spreek ik jullie wanneer ik jullie spreek. Goedemiddag. Raad eens waar ik ben. Ik denk Burger King. Nou ja, ik weet het wel zeker. En kijk eens wie er is. Met een mooie blauwe haar. We gaan lunchen. En dit is het. We hebben twee long chickens, wat patatjes, cola zero en mozzarella sticks. En die heeft Esther nog nooit gegeten. En ik ben laatst geïntroduceerd mee. En ze zijn good. Dus, maar dat gaan we doen. Tot zo. Esther is heel creatief bezig. Fancy tree. Kijk hoe mooi. Nou, nu zie je eigenlijk ook niet hoe magical het is, want het is super licht. Maar het sneeuwt ook gewoon hier nog een beetje, omdat de bomen hun sneeuw verliezen. Maar goed, we zijn net echt een uur in de H&M geweest. En ik heb een onesie gekocht. En ik heb een onesie dance gedaan. En, yep. En hij geeft licht in het donker. Of dicht. Ja, glow in the dark. En daar kwam ik ook achter toen ik mijn boobs ging huggen. Wat heb ik nog meer? Oh ja, we zijn alleen maar in de H&M geweest nog. We gaan nu teruglopen naar de auto. En dan gaan we boodschappen doen. En kippeling halen. Oeh, yeah. I like. Zat er vandaag ook zo. Oeh, yeah. Pretty. Maar goed, we gaan dus terug naar de auto lopen. Esther heeft bijna niks van Emma gezien. Maar wel heel veel H&M spullen. What the fuck, jongen. Popcorn. Pizza Pringles. Ja. Pizza Pringles, maar ook cheeseburger Pringles. En die smaken naar McDonald's, weet je. Cheeseburger. Maar wij gaan voor dit. En voor dit. Yay! Yeah. Hallo! Daar ben ik weer. En ik ben thuis met Esther. En wat gaan we vanavond eten? Wat denk je zelf? Pizza natuurlijk. En nu zit ik in het struggle met die tas. We hebben een calzone. Calzone met kip en een heleboel ander vlees, zeg maar. We noemden het, wat was het nou? Medium Wednesday, wat was het? Meaty Wednesday. Meaty Wednesday. En dat is dan voor onze Vegan Friday, want er zit hier zoveel vlees in.
Dat we voorlopig ook gewoon geen vlees meer hoeven te eten, denk ik. Maar ja, we gaan even eten en ik ga even kijken wat we kunnen, kunnen eten onder het eten. Wat we kunnen kijken onder het eten. Ik weet nog niet, wat. Ze lachen elkaar uit. ik spreek jullie zo meteen wel weer als we gezetteld zijn met onze buikjes. Laat maar. Esther heeft een war met bastonje koeken. And she's losing. ze ging een bastonjekoek dippen in de koffie en praten. En toen viel de bastonjekoek op de kleding. En nou is ze net helemaal schoon en dan loopt ze hierheen. En dan zit er in één keer weer een nieuwe bastonjekoek ergens. Oh, en ik heb zo hard gelachen dat het helemaal in mijn neus is geschoten. Dus nu heb ik koek of zo in mijn neus. Ik weet het niet. Lekker joh. Gaat goed hier. Goedenacht. Het is al best wel super laat. Maar ik ging me klaarmaken in mijn badkamer en zo. Esther ligt ondertussen al in bed. Maar ik zat op het toilet en ik keek naar mijn voet, want ik trok mijn sok uit, want multitasking. En toen zag ik in één keer dat mijn voet, of dat mijn teen, echt een heel zielige blauwe plek heeft. En ik zei natuurlijk laatst dat ik echt keihard mijn voet had gestoten en dat het echt nog vet lang daarna nog pijn deed. En ja, this proves it. Ik sta in mijn eigen licht. Vet handig. Maar kijk mijn zielige teen. Als hij wil scherp stellen. Wat hij niet wil doen. Anyways, je ziet het goed genoeg. Het lijkt een beetje op een hartje. Maar I do not love it. Het is hier echt helemaal blauw. En hier echt gewoon vette bloeduitstorting ofzo. Echt sick. En ik heb ook pijn in mijn hand. Maar dat is weer een ander verhaal. Anyways, ik ga ook richting bed. Want zoals ik al zei, het is laat. We hebben de hele avond gepraat. En we hebben Elder Scrolls trailer gekeken. Maar dan zeg maar alle trailers achter elkaar. Maar volgens mij had ik dat wel laten zien toen we die kippeling gingen eten. Wat vet lekker was trouwens. Maar wel alsnog best weinig voor 300 gram hoor. Maar net. Ja, maar nu was het meer als snack. Ja. Maar als we het als avondeten hadden, dan was het echt weinig. Random info. Oh, wat vinden jullie van mijn onesie? Ik weet niet of ik die al had laten zien. Maar ik heb een vet coole nieuwe onesie. Had ik het al laten zien? Ik weet het eigenlijk niet. Oh yeah. En hij is ook glow in the dark. Maar ik weet niet of die dat al showt. Ja, wel een beetje. Wel een beetje. Vet cool. Maar goed, nu het licht toch uit is en ik hier in deze van mijn vet coole verlichte kamer ben, ga ik jullie een hele fijne avond wensen, een hele fijne nachtrust. En ik zie jullie heel graag morgen weer voor een nieuw avontuur met mijn bestie. Slaap lekker!